We gaan, voordat we de groepsopdracht doen, nog eventjes de IE literatuur doornemen. Elke week eentje, ter inspiratie van auteurs die schrijven over ons onderwerp. En vandaag op het menu Dario. En Dario is ondertussen off-counsel bij een heel groot internationaal advocatenkantoor. Daar verdienen de meeste wetenschappers hun geld. En hij schrijft over territorialiteitsbeginsel. En dan is dus een manier om een scriptie te schrijven, om dan de vraag te stellen, is dit nog een goed beginsel? He, dus als je niks weet te bedenken, dan pak je gewoon uit de grabbelton van je literatuur gewoon, of het positief recht, een beginsel. En stel je de vraag, is dat anno 2022, want dan schrijven jullie een scriptie, nog een goed beginsel? En er zijn twee vragen, antwoorden op mogelijk, ja en nee. Met wat overwegingen, en dat is dan wat wij intellectuelen doen. Aldus ook Dario. En wat is een beetje, ik was een rondje aan het maken, dus ik was ondertussen bij jou terechtgekomen. Ik ben er nog niet aan toegekomen om te lezen, helaas. Waar stond dit precies? Ja, dus we hebben één A4'tje met alle IE-casussen. En we hebben één A4'tje met alle literatuur. Maar even, want dit is dan heel bazaal. Dus elke week hebben we eentje? Ja, die heb ik gemist dan tot dusver. Hoe krijg je toegang? Het is echt heel goed hier gebeurd, maar... Ik heb geloof ik een mededeling geplaatst over deze vraag op Blackboard. En het idee is dat je via de zoekmachine van de bibliotheek... Hè, dus als het niet automatisch gaat, moet je via de zoekmachine dit tijdschrift zoeken. En dan zit je dus in de... UU login authenticeringsomgeving. En alleen daarom al is dit een interessant lijstje. Want er is niets zo stom, daar had ik het in de pauze over, om over 12 maanden tegen je baas te zeggen, ik kan dat tijdschrift niet vinden. En dus daarom ben ik blij dat jullie die vraag nu hebben. En het slechte nieuws is dat sommigen... He, want van die van vorige week kon je wel vinden. Ja. Ja. Dus het slechte nieuws is altijd dat er altijd wel iemand is die het wel kan. En als jij dus, dat was mijn stelling in de pauze, even voor iedereen. Als jij dus een masterdiploma hebt en 3 keer modaal verdient, is dus het idee, 1, dat je de route naar het kantoor kan vinden bij het sollicitatiegesprek. 2, dat je de hoofdjournals van jouw vakgebied kan vinden zonder te vragen. En dat is in het kader dat er wel degelijk domme vragen bestaan. Dus als je helemaal bezweet bij je sollicitatiegesprek aankomt en zegt, ja, ik kon je kantoor niet vinden, dan kan je net zo goed meteen naar huis gaan. Want het hele leven is een intelligentietest. En als mbo'ers de weg kunnen vinden, dan moet masters dat zeker kunnen. Zo, in zo'n samenleving zitten wij. De meritocratie. En dat... Daar heeft nooit het iemand over, daarom doe ik dat graag. Tot jullie grote vreugde. Want dit is wel hoe er eigenlijk dan gedacht wordt. We verpakken het allemaal heel mooi. Maar dit is toch een hele diepe gedachte. Dus, probeer het met mijn instructie. En hier mag je wel alles vragen. Want ik heb geen baan in de aanbieding, dus... dat gaat helemaal goed. Maar goed, dan toch eventjes om dit te doen... Hoe pakt hij dan zijn vraagstelling aan? Door voorbeelden te zoeken in het positieve recht, waaraan dat territorialiteitsbeginsel wordt gemorreld. En dan zegt hij dat... dus enforcement is week 8, hè? Dus dan ga je een vonnis... Ga je ten uitvoer leggen, met een deurwaarder, beslag en zo. En daar wordt aan het territorialiteitsbeginsel gemorreld, doordat je bij het hoofdkantoor van de schuldenaar je executie gaat doen. Dus in het begin zijn we in die IE-mozaïekbenadering,
Dus in elk land heb je toepasselijk recht en in elk land heb je een bevoegde rechter. En dan moet je dus, logisch gesproken, in elk land zien te verhalen. Artikel 376 van boek 3. Iedereen staat met zijn gehele vermogen in voor al zijn schulden. Maar, wat zegt het recht? Dat als er dan, als die schuldenaar een hoofdkantoor in Amsterdam hebt, met mooie marmeren meubels aan een gracht, dan mag je dus alle claims op die partij daar verhalen. Wat zegt Dario? Dat is een manier om te beweren dat het territorialiteitsbeginsel dat daaraan gemorreld wordt. Stap 1. Stap 2. Bij internet service providers, daar zit in het soft law de tendens om te zeggen center of gravity of interest. Het hoofdkantoor benadering. Dat het eigenlijk heel raar is om een claim tegen Facebook niet gewoon in Ierland te doen waar hun Europese hoofdkantoor is. En zeggen, nee, mozaïekbenadering, / territorialiteitsbeginsel. Dus ga maar lekker Facebook in Cyprus achterna zitten. Waar ze een trustkantoor hebben. Schiet niet zo op. Dat is moral 2 aan de consensus dat het territorialiteitsbeginsel ons centrale beginsel zou zijn in het IE. En het derde is dat er dus in bepaalde situaties een beetje ruimte ontstaat voor rechtskeuze. En dan kan je dus ook het territorialiteitsbeginsel achter je laten. En dan doet hij wat je dus ook als intellectueel in je scriptie kan doen. Dat kennelijk op kleine ondergeschikte punten het territorialiteitsbeginsel niet meer het enige beginsel is. Komma. Dus is er ruimte om te twijfelen aan de centrale positie van dat beginsel. Punt. Nader onderzoek is nodig om dit nog tot bodem verder uit te zoeken. He, dus gewoon ook een inhoudelijk thema. Welke beginselen hebben we? Niets is meer zeker. Is dat anders? Nee, dit is al 2000 jaar in ons vak. Want elk jaar is er weer iets anders onzeker. He, dus denk nou niet dat jullie een generatie zijn van vroeger was alles zeker, nu niet. Denk aan Lindebaum Cohen. Dus in 2018 was het heel onzeker wat nou het recht was. En toen hadden we Lindebaum Cohen en toen dachten we het te weten. En zo is er elk jaar wel een of ander arrest in een of ander arrestgebied. Wat dingen oplost. En dat kan hier dus ook spelen. Wat mij betreft is dit vooral ook een bewijs dat je een mooi stuk kan schrijven zonder dat je nou de aardrotatie de andere kant op doet draaien. En dat is een beetje ook wat een LLM-scriptie is. Jullie gaan de aardrotatie niet omkeren, maar jullie gaan hem een heel klein beetje, een klein duwtje. En dit is een mooi voorbeeld, vind ik. Vragen hierover? Oké. Volgende week weer een liedje uit de grabbelton van de rechtswetenschap. Uiteraard. Zeker. En ik kan in Legal Intelligence of Google of Navigator kan ik niet het artikel opnemen zo snel vinden. Precies. Welk deel van haar vraag was voor jou onduidelijk? Want het antwoord is dat ik een instructie heb gegeven hoe je er via de achterdeur in kan komen. Via de UU-bibliotheek. Maar misschien liep je toen net binnen. Kan dat? Dan was ik waarschijnlijk zo gefocust op het zoeken dat ik het niet... Zeker. Dat kan. En deze vraag hadden we ook in week 1. En ik vermoed... Als je een andere browser pakken, dan krijg je wel in één keer dat hij vraagt of je wil inloggen. Welke browser? Ik gebruik Firefox en dan vraagt hij het gewoon. Maar ik kan bij Safari dat het niet werkt. Juist. Ja. Probeer dat gevoel wat je nu hebt een plekje te geven. En ook dat zit, denk ik, wel in... Want je studeerde ergens anders. Ja, precies. Precies. Maar ik durf te zweren dat de helft
van jouw bachelors die wel in Utrecht hebben, collega's? Die het ook niet weten. En dat is dus een interessante vraag, dat wij dus in de rechtswetenschap twee mantra's hebben. Dus universiteitsbibliotheek, hoofdbron en dat soort dingen. Dus werkelijkheid 1 en de werkelijkheid 2 is Google. En als je het niet snel kan vinden, dan ga je naar een andere bron. Dat is zeg maar de Tinder-generatie. Maar dan wetenschappelijk. En Google heeft wel vaak gewoon de beste uitkomst. Helemaal mee eens. Helemaal eens. Ik ga zelden naar de universiteitsbibliotheek. Behalve vanwege dit verhaal van de Nieper, want dat is een van de weinige uitzonderingen. En dat heeft alles te maken met het Assen-instituut. En ik word opgenomen, dus ik ga daar geen lelijke dingen over zeggen. Ik woon daar om de hoek. Goed, wij gaan naar het volgende hoofdstuk. Namelijk, van onrechtmatige daad gaan wij naar de rechtspersoon. En ik had dus gevraagd, pak nog even dat boek erbij van een vorige studie. Ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, rechtspersoonrecht, hoe het ook allemaal heet. Dus, want dit is wel weer een next level in bladeren, IPR technisch. Met boek 10 en de wet formeel buitenlandse vennootschappen en aanverwanten. Dus laten we het even systematisch aanvliegen. De onderneming als rechtspersoon, die artikel 4 van boek 2 gelijkgesteld wordt met de rechten en plichten van een persoon. Natuurlijk persoon. Dus dat hebben wij gecodificeerd. Dat is conceptueel ook het uitgangspunt, maar dat hebben we ook gecodificeerd. Dus eigenlijk alles wat we tot nu toe hebben behandeld, geldt eigenlijk ook al voor de rechtspersoon. Dat wisten jullie al, want veel casussen gingen over bedrijf X en zo, dat soort dingen. Waar het nu om gaat is de interne organisatie van die rechtspersoon. Dus de regeltjes die binnen die persoon gelden, denk aan je studentenclub, roeiclub, wat dan ook, met algemene ledenvergaderingen en wie zit in wel of niet in het bestuur, dat soort vragen, die staan nu centraal. Wanneer? Als daar een internationaal element aan zit. En dat betekent dus, net als met al die andere casussen, dat een aandeelhouder daar woont en een bestuurder die woont daar, niet in Nederland. En dan hebben we een internationaal geval en daarom staat het op onze menulijst. Dan hebben we een stoorzender en de stoorzender is het EU-recht. En het EU-recht, als je dat aan een EU-rechtjurist vraagt, is een sui generis rechtsstelsel met eigen antwoorden op eigen problemen. En je kan op verschillende manieren naar EU-recht kijken. Eén daarvan is een economische blik en die zegt de essentie is vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal. En bij personen moet je dan denken ook aan vrij verkeer van rechtspersonen. Dus in de EU is dus een soort setting dat wij willen dat een rechtspersoon zonder obstakels de grens kan passeren. En daar is een bundeltje jurisprudentie over en daar is een kennisclip over. En dat zijn zeg maar twee situaties. De ene is dat een buitenlandse vennootschap een ander land bezoekt. Dus dat is bij Überseeing en Inspire Earth. En de andere is omgekeerd dat er een eigen onderneming centraal staat, maar met buitenlandse aspecten. En de vraag, mag je dan nationaal recht daar op toepassing van verklaren? Oftewel, mag jij tegen twee Britten die in Nederland iets willen oprichten, bijvoorbeeld een limited, mag je dan als rechtsstelsel zeggen, wij kennen geen limited, als je iets wil moet je een BV oprichten of een NV of wat dan ook. Het antwoord is, ja dat mag. Dus het EU-recht is nog lang niet zo ver dat nationale recht uitgespeeld is. En dan hebben we, ja, we hebben EU-rechtspersonen, de Societas Europea, dus de NV en de BV-versie en de coöperatie en de vereniging en zo. En er zijn een paar grote beursgenoteerde bedrijven die het voor de lol hebben omarmd en voor de rest is het doodstil. En doet iedereen gewoon een nationaal rechtspersoontje.
En daarom is dat dus een soort driehoeksverhouding. Dus Nederlands vennootschapsrecht, Nederlands IPR en Europees vennootschapsrecht tussen aanhalingstekens. En in die driehoek opereren wij. En dat betekent dat we stap 1 zeggen, er is geen specifiek EU-instrument op het vlak van IPR ten aanzien van vennootschappen. Dus boek 10. Stap 1. Stap 2, in boek 10 kijken we naar artikel 118. Met eigenlijk de hoofdregel, het incorporatiestelsel, dat waar jij begonnen bent met knikkeren, daar moet je ook je recht halen voor vervolgvragen. Van mag ik mijn aandeel dan ook verkopen, mag ik mijn bestuurder ontslaan, ben ik aansprakelijk, allemaal dat soort vraagstukken. En om vals spelen te voorkomen, hebben we in Nederland een extra wetje. Dat had gewoon in boek 10 gemoeten, maar toen was boek 10 er nog niet. En dat is dus die wet formeel buitenlandse vennootschappen. En die zegt eigenlijk met heel veel woorden dat als het geïncorporeerd zijn in Rusland niks meer voorstelt, conform de feiten van de casus, dan moet je niet doorgaan met spelen alsof je een buitenlandse vennootschap bent. En dan word je gewoon behandeld alsof je een Nederlandse. Dus dat is de spruitjesstraf voor buitenlandse vennootschappen die niet meer echt buitenland zijn. En dan krijg je Hollandse regels aan je broek. En dan is de hoofdregel dat als je niet aan je administratieve verplichtingen hebt voldaan, dat je persoonlijk aansprakelijk bent. En dat is zeg maar binnen het ondernemingsrecht de toverformule. Dat wij dus rechtspersonen allerlei rechten en rechten toekennen in ons boek 2. Maar alleen maar als je volgens de regeltjes speelt. En zodra je daar buiten treedt, verlies je dus de Harry Potter Invisible Cloak en ben je dus persoonlijk aansprakelijk. En het idee is dat daardoor stakeholders van een onderneming netjes binnen de lijntjes kleuren. En dan hebben we binnen dat Nederlands recht een ingewikkelde discussie over bestuursaansprakelijkheid. En daar zijn allemaal kennisclips over en op YouTube allemaal pogingen om dat duidelijk te maken. En dan wordt er een onderscheid gemaakt tussen intern en extern. En dan is het idee dat de boek 2 regels met name intern gaan. En dan boek 6, 162 boek 6 is dan typisch extern. Maar, pas op, in boek 2 staan een aantal lex speciali die externe aansprakelijkheid regelen. En dat is meestal in het kader van faillissement. Dus als je de boel hebt laten ontploffen en dat is jouw schuld, dan als bestuurder, hè, als mens, dan moet jij persoonlijk de schade dragen. En wat is nu de verwarring? Dat wij in artikel 9, lid 2, een maatstaf hebben gecodificeerd, namelijk dat je als bestuurder aansprakelijk bent als jou een ernstig verwijt kan treffen. En dat artikel 9 wordt geframed als intern, want dat staat er ook. Maar wat blijkt nu? Dat als je extern aansprakelijk bent, dan ook gekeken wordt naar, maar was het wel ernstig genoeg? Denk aan het Weenskoopverdrag, materiële schending, of 165 van boek 6, het ontbinden van iedere overeenkomst, iedere tekortkoming mag je ontbinden, lid 2, tenzij de ernst dat niet rechtvaardigt. He, dus we hebben gewoon een hoofdregel in het recht, dat je natuurlijk pas aansprakelijk bent als jou een ernstig verwijt treft. In beginsel. Zit ook in het gewone OD-recht besloten. En dat betekent, de facto, dat de jurisprudentie over artikel 9 lid 2, wanneer ben je nou wel en niet ernstig verwijtbaar bezig, die sijpelt door ook in die externe verhouding. Maar als je dat zo zwart op wit opschrijft, dan krijg je bij een tentamen ondernemingsrecht meestal geen punten, want artikel 9 is voor intern. Oftewel, wetenschappelijk gesproken, is dit een ongoing debat, waar het laatste woord nog niet over gezegd is. En aangezien het IPR een excuus is om alle rechtsgebieden te herhalen, moeten wij dus voorzichtig zijn met onze conclusies. En zeggen wij voorzichtig, 9 is intern en 138, 148 is extern. Er staat op zich ernstig verwijt, hoe weet je dan wat dat is? Ja, dat is artikel 9 lid 2.
Dus die problematiek speelt. Dat is het materiële verhaal. En dan dus het toepassen in een IPR setting. Waar was ik gebleven? Bij jou. Oké. He, dus hier stond de antwoordsleutel op feedbackfruit binnen Blackboard. En dan moet je linksaf en dan... Heb je dat gevonden? Nee. Kan jij hem helpen met... Schok wat er iemand net antwoord is. Ja. Dat is de interactieve casus met een rood logootje. En als je daarop klikt, kom je in een andere webomgeving. Van Delftse techneuten en het merknaam is feedbackfruit. En daar kan je... Dan moet je geduldig wachten op een videootje waar de feiten van de casus worden verteld door mijn lieve collega Esther. En dan moet je iets typen en als je dan op send drukt, krijg je het goede antwoord, toch? Ja. Dit is één grote sollicitatiegesprektest. Kan ik door hoepeltjes springen? Juist. Goed. Nou ja, de vraag is eerst natuurlijk, is er wel sprake van IPR? Nou ja, het is... Ook duidelijk een internationaal geval, dus we kunnen door. Ja, het gaat hier om de regelgeving omtrent de oprichting van een vennootschap. En de vraag is dan welk recht van toepassing is. Op rechtspersonenrecht is geen verdrag van toepassing, dus er moet gekeken worden naar de nationale wetgeving. In dit geval ging ik naar boek 10 dus. Ja, hè, dus actief voor de dagboek onder woordenbrenging is het rechtsinstrument wat dan als eerste in de reden ligt, is boek 10. Ja. Hè, dus stellenderwijs, derde persoon enkelvoud. Ik ging daarna bij de samenloop ging ik kijken of de wet op de formele buitenlandse vennootschappen van toepassing was. Maar die regelt niets over oprichting en inrichting van de vennootschap. Dus nee. En toen ben ik doorgegaan naar de toepassingsregel. En even kijken. Ja, Nederland maakt gebruik van de incorporatieleer. Op basis van 1080 BW. Hierdoor is van belang waar de onderneming is opgericht. En alleen dat. Onder deze leer valt ook de oprichting en inrichting van de vennootschap. En dat volgt uit 1019. Ja, en wat was de vraag? Welk recht van toepassing was? En het antwoord? Russische. Russisch recht. En wat was vraag 2? Ook hier is er sprake van internationale zaken over toepassing. Maar misschien eerst even de vraag zelf. Ja, er wordt een vordering op het vennootschap gevorderd door X en die betalen ze niet. Dus er is hier weer sprake van internationale zaken over toepassing recht. Is hier echt sprake van een vennootrechtelijke vordering? En deze vordering sluit Rome 2 echter uit op grond van artikel 1 lid 2 sub d. Dat was reeds geconstateerd al, komt uit de vorige vraag. Dus we hebben gekeken naar artikel 1017 en 1018, daar geldt het Russisch recht geldt. Zie ook artikel 1019 sub d, het toepasselijk recht geldt voor aansprakelijkheid van bestuurders. Nou, dat is hier het geval. Hier geeft de WFBV eigenlijk wel aanvullende regeling over, want het gaat dus niet meer over de totstandkoming van die vennootschap. En er is sprake van een vennootschap, en daarmee is de WFBV van toepassing, artikel 1 WFBV. En alle drie de eisen die in dat artikel worden gesteld, wordt voldaan. Dus de vennootschap is opgericht naar een ander dan Nederlands recht, dan ook Russisch. Het bezit rechtspersoonlijkheid, de vennootschap verricht sinds 2018 haar werkzaamheid geheel in Nederland en er is geen werkelijke band meer met Rusland. Precies. Althans, daar merk je niet van. Ja, en in een mooi, gloedvol betoog zou ik daarmee beginnen. Uit de casus blijkt dat er geen daadwerkelijke band meer is met het oprichtingsland. Dat feit leidt tot toepasselijkheid van de wet formeel buitenlandse vennootschappen. Immers aan de, wat jij mooi zei, de vereiste voor de toepasselijkheid van die rechtsbron is voldaan. He, dan zet je de luisteraar al op een spoor van, hé, er is iets bijzonders. En voor die bijzonderheid hebben we een bijzonder wetje. En nu dook jij naar een bijzonder wetje, zonder dat je de luisteraar, dus retorica, past dit toe in je essay en in je scriptie, zonder dat de luisteraar zich bewust was dat er iets bijzonders was. Ja. Zo kan je dat mooier over het voetlicht brengen. Ja, het komt als laatste aan bod, dus dan is het makkelijk om het uit te laten. Jawel, maar dan ben je de toeschouwer al verloren. Ja, ja, dat is waar. Snap je? Dus als jij Obama verkiezingsspeech, dan was je nu verkiezers verloren. Ja.
En daar gaat mijn tip dan over. Sta maar even toe. Pauze. Schinger, ja? Waar ligt die grens ongeveer van de, wat is geen werkelijke band? Stel dat bijvoorbeeld een van de bestuurders nog wel in Rusland woont. Dat heeft heel veel te maken met de vennootschap. Ja. Kan je dan ook beargumenteren dat er geen werkelijke band is? Ja. De vraag voor thuis, zijn jullie er nog? Waar ligt de grens? En in de tentamenwereld ligt de grens in de casus. Waar dan staat, er is geen band meer met Rusland. Waarom? Omdat in het echte leven hier geen abstract antwoord op mogelijk is. Want dat hangt af van de omstandigheden van het geval. En dat moet dus elke rechter, en als jij over 10 jaar rechter bent, moet jij dat dus van geval tot geval bepalen. En hoe dat dan gaat, volgens psychologen, is dat jij een rechtsgevoel hebt, dat ben jij nu aan het ontwikkelen. En dan zegt jouw gevoel, ja, nee. En dan als het ja is, ga jij aanknopingspunten in de feiten zoeken die dat bevestigen. En als het nee is, idem dito, maar dan omgekeerd. He, dus daar is in abstracto geen zinnig woord over te zeggen. Omdat niemand dat in abstracto kan zeggen. Terug naar jou. Ja. Voor het staartje. Gaan we dus kijken in de WVV hoe het zit. En volgens artikel 7 zijn alle bestuurders van een vennootschap gelijk te stellen als persoon die dagelijks leiding dragen aan de vennootschappelijke ondernemingen. Feitelijk bestuurder, heel goed. Mensen hebben die niet als bestuurders een aangemerkt, maar wel die filialen runnen in Nederland. Daarnaast stelt artikel 4 lid 2 dat er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid. En dat betekent dat zowel Van den Broeke als Haas hoofdelijk aansprakelijk zijn. Ja. Wanneer? Altijd? Op zondag? Of als aan bepaalde voorwaarden wel of niet is voldaan? Maar zeggen jullie nou met z'n tweeën dat de wet formeel buitenlandse vennootschap het concept rechtspersoonlijkheid afschaft? Nee. Oké, artikel 4, lid 2. Lees voor. De bestuurders zijn naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor elke tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling, waardoor de vennootschap wordt verbonden in de tijd vaak voordat is voldaan aan artikel 2, eerste lid. En wat staat er in artikel 4? Artikel 2, eerste lid, heel verhaal. Waar komt het op neer? Ja, inschrijving. Dus, heren, het concept rechtspersoonlijkheid is niet afgeschaft. Dus het is altijd als dan, hè? Alles. Ook hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders. Dat is een als dan situatie. En de als is, als je niet inschrijft, dan ben je aansprakelijk. En wat betekent dat? In het omgekeerde? Het omgekeerde is dus? Dat je niet aansprakelijk kan zijn zonder dat je... Of nee, als je niet ingeschreven... Als je bent ingeschreven, dat is... Als je bent ingeschreven, dan? Als je bent ingeschreven, dan ben je niet aansprakelijk. Ben je niet aansprakelijk. Zo, dit is wat je tegen de cliënt zegt. Want die vraagt niet wanneer ben ik aansprakelijk, die vraagt wanneer ben ik niet aansprakelijk. Wij zijn zo forensisch dat wij smullen van aansprakelijkheid. Maar de werkelijke wereld daarbuiten, over 12 maanden min 2 weken, is dat mensen willen weten wanneer ben ik niet aansprakelijk. En waarom vind ik dit zo leuk in dit hoofdstuk? Omdat het niet lulliger kan. Namelijk, je gaat naar de Kamer van Koophandel en je zegt, wij hebben een filiaal, handtekening, klaar. En je bent niet meer aansprakelijk. Fascinerend, toch? En bij het notariële traject heb je dan een gloedvol verhaal over het belang van het handelsregister. En dat dat de rechtseconomie ten goede komt, dat wij weten welke Russische bedrijven zijn hier actief. Maar ik kan wel intern nog aansprakelijk zijn. Ja, maar de casus ging over, ze betalen de rekening niet. En kan ik dan bij die kerel bij zijn villa aankloppen? Ja, we gaan weer terug naar boek 10, waarin staat dat
je aansprakelijk kan zijn, hè, dat dus 138, 148 van overeenkomstige toepassing zijn. Zeker, maar daar ging de casus niet over. En 162, je kan dus ook gewoon een onrechtmatige daad plegen. Ja, daar gaat de groepsopdracht over. Maar wacht even, voor de kijkertjes thuis, dat zijn we zelf namelijk. Voor deze casus is dus het antwoord wel of niet ingeschreven met rechtsgevolgen aansprakelijkheid. Dat er andere casussen zijn, daar komen we nu aan toe. Maar dat we even hierbij stilstaan. Dat dus soms het recht eenvoudige, mooie regels geven. Die heel veel oplossen. Want ik loop wel heel veel te zeiken over dat recht, maar soms is het gewoon wel duidelijk. Inschrijven, niet aansprakelijk. Kunnen we er even van genieten? Goed, hebben we even ons genietmomentje gehad. Nog iets toe te voegen? Ze hadden zich niet ingeschreven, dus ze zijn aansprakelijk. Precies. De casus zegt dat ze niet ingeschreven waren. Hoe stom kan je zijn? Goed. En dan gaan we nu naar andere type ingewikkelde casussen. En laat ik jullie gewoon dan het woord geven, dan kunnen we meteen materieel het varkentje wassen. Namelijk andere casus, onrechtmatige daad, in verband met bestuurders van rechtspersoon. Toch? Ja. Nou, we hebben een vrij lang verhaal, ik zal het niet helemaal voorlezen, maar het komt erop neer dat een Nederlandse vennootschap met twee bestuurders, eentje uit Frankrijk en eentje uit Nederland, de rekening niet betaald en daaruit vrij duidelijk blijkt dat ze selectief hebben betaald en eigenlijk zeggen van we hebben geen geld te betalen. En ze hebben iets gekocht in Frankrijk en ze betalen niet. En de vraag is dus naar welk recht dient het Nederlandse recht te beoordelen of het bestuur van de Nederlandse BV als waarschijnlijk is de Franse BV op grond van onrechtmatige daad. En het antwoord? Welke doe je in het stappenblad? Ja, maar dan de snelle versie. IPR-vraag, vragen van conflictrecht. Hierbij zijn als relevante rechtsbronnen aan te wijzen artikel 162 van boek 6, Rome 2-verordening ook en artikel 119 sub E van boek 10 BW. Ik ga het TMF hier af. Temporeel is artikel 31 Rome 2-verordening van toepassing, aangezien deze geldig is voor de situatie na 2009. Formeel moeten we kijken naar artikel 3 van Rome 2. Deze op de universele toepassingsgebied. Materieel op basis van artikel 1 lid 1 sub D van Rome 2 verordening is Rome 2 uitgesloten. Maar als we bijvoorbeeld volgens kijken naar artikel 149 van boek 10, dan wordt Rome 2 alsnog van toepassing verklaard. Oké, er is geen sprake van samenloop, dus Rome 2 is volgens de commune recht van toepassing. De vraag was welk rechtsstelsel is van toepassing op de vraag of het bestuur van Stompro BV aansprakelijk is. Dat was de Nederlandse BV. Oh, dat maakt excuus. Ja, ga door, heel goed, oké. Okay. Kijken, het rechtsstelsel dat van toepassing is hier het Franse rechtsstelsel op basis van de Lex Loci Domini, bepaald in artikel 2. Lid 1, junto artikel 4, lid 1, Rome 2 verordening. We hebben daarbij ook nog artikel 159 van boek 10 genoemd. Bij zuiver vermogensschade gaat het om de plaats waar het direct getroffen vermogensbestanddeel zich geacht wordt te bevinden ten tijde van een schade veroorzakende gebeurtenis. Dit is dus Frankrijk. Oké. Ja. Ja, dus we hebben nu een voorbeeld van een onrechtmatige daad. Namelijk het willens en wetens niet betalen van een rekening. Dat is binnen het vennootschapsrecht dus natuurlijk nog wel een vraag, hè? Of dat dan wel of niet onrechtmatige daad is, maar het klinkt als onrechtmatige daad. Twee is dat er uitsluitingen zijn in Rome 2. Namelijk alles wat een rechtspersoon betreft. Dat was goed. En het klopt dat in het communerecht, artikel 119, er onderscheid werd gemaakt tussen intern, direct
en Eduard extern. Waarom? Daar staat de vraag wie naast de vennootschap persoonlijk aansprakelijk is. Staat er. Staat er niet, maar dat wordt er bedoeld. En dan de boemerang van 159, dat je toch met Rome nog iets zou kunnen doen in het communerecht. He, dus dat zijn belangrijke elementen. Wat ik wil doen, is eventjes de andere groepjes langslopen om met de vraag welk verhaaltje, welk type onrechtmatige daad ze hebben bedacht. Als ze iets hebben bedacht. Tijdens een zakenmeeting in het bedrijfspand van X in Nederland schade heb veroorzaakt door bewust water over dure elektronische apparatuur te gooien. Waardoor er sprake was van onrechtmatige daad, aangezien er een contractuele verbintenis of iets ontbrak. Ja, dus dingen mollen. Rekeningen niet betalen, dingen mollen. Volgende voorbeeld. Mooi. Gewoon merk namaken. Mooi voorbeeld voor deze werkgroep. Een merk namaken. Dat doen heel veel mensen. Volgende voorbeeld. Wel dat het dus iemand namens het bestuur een rekening op een lening sluit van die controle is dat niet komt. Ja. He, dus financiële wandaden. Een lening sluiten terwijl je weet dat je hem nooit gaat terugbetalen. Mooi. We verzamelen gewoon voorbeelden, en daar kan je dus allemaal al deze oplossingsschema's op loslaten. Ja. Leuk. Leuk voorbeeld. Heel goed. Een derde partij is leidend, keer informatie. Tot het aangaan van een transactie. Ja, precies. Ja. Zeg maar beursfraude. Bijvoorbeeld. Ja. Leuk. Ik zat ook bij het merken. Leuk. Jij hebt het volledig. Ja, we hebben een beetje een andere wending genomen in onze casus. We dachten, vertel. Wat extremer. Leuk. Dus we hebben die casus die we net hebben behandeld veranderd dat een van die vennootschappen een extreme Poetin-aanhanger was, die Pushkin. En dat hij ex-KGB was en Pushkin aan de macht wilde brengen en de vennootschap had gebruikt om een nucleair kernprogramma stiekem te beheren. En dat hij daardoor de vordering niet kon betalen, want hij was opgepakt. En ja, dat eigenlijk. Ja. He, dus dan zit je in de hoek van strafrechtelijke activiteiten, althans activiteiten die door in Verenigde Naties verband waarschijnlijk met boycotts gesanctioneerd zijn of anderszins verdragen waarin staat dat je niet met nucleaire dingen mag spelen. En dus dan de wisselwerking tussen strafrecht, arbeidsrecht en vennootschapsrecht. He, wat zijn de consequenties als je in de gevangenis zit? Dan kan je verplichting uit je arbeidsovereenkomst niet meer nakomen, wellicht. En zo, dus aanleiding tot allemaal gecompliceerde antwoordsleutels. Ja. Waar was deze opdracht met name voor bedoeld? Dat jullie zelf een casus maken, want dat is dan precies wat wij ook doen. En dat je dan denkt, als ik daar in de antwoordsleutel wil uitkomen, dan moet ik dit als feitje noemen. En lees dus alle casussen vanaf vandaag, ook op zo'n manier. Dat wij kennelijk dat feitje erin hebben gestopt in de hoop dat je daaruit komt met je antwoordsleutel. Wat met jullie hysterisch verhaal misschien niet helemaal de onderliggende redenering was geweest. Dan hadden we nog een extra casus over auto's. Maar in week 1 hadden we gezegd, we doen dus IE dingen extra. Dat betekent dat we misschien niet toekomen aan de extra dingen van de andere groep. Maar als jullie je met contact met gewone privaatrechtstudenten, zeg maar eenzaam en tekortgeschoten voelen, dan kunnen wij deze casus volgende week nog een keer doen. En dan is mijn slotvraag hoe het gaat. Zijn er meer kwartjes gevallen ondertussen? Begint er een patroon zich af te tekenen in jullie hersenpan? Herken jij dingen, IPR? Dat vind ik wel heel wat, dat we het over IPR hebben. Begint het langzaam te komen? Heb ik goed op je ziel getrapt met het concept dat domme vragen bestaan? Oh nee hoor. Van de nipper. We moeten elkaar helpen, hè? Browser, Firefox en zo. Je komt er. Kwesties? Slotvragen?
tot volgende week. Nee, tot over 2 weken. Succes met de stelling. Ja, graag gedaan.